Dit is Overijssel. En dit. En dit ook. Een omgeving met veel ruimtelijke kwaliteit, opgaven en kansen. Maar zo gaat dat natuurlijk niet. Ken jij de plannen voor Overijssel al? Het is niet vanzelfsprekend dat de omgeving waar je woont of werkt altijd hetzelfde blijft. Want past een industrieterrein wel als er ook meer huizen moeten komen? En hoe zit het met dat prachtige natuurgebied? De omgeving moet dus worden ingericht voor de toekomst. Dit doet de provincie samen met de gemeenten, waterschappen en andere partners. Hoe ga jij reageren op een duurzame toekomst met ruimtelijke kwaliteit voor jouw omgeving? Wat gaat er gebeuren met deze straat? De provincie heeft plannen voor deze straat. Vindt u goede wegen en fietspaden belangrijk voor uw omgeving? Ja. Wist jij dat ze plannen hadden voor dit gebied? Nee, maar ik hoop ook niet dat ze hier een snelweg maken. Snelweg? Daar moet je aan denken. Dit mooie gebied is een zonde. We vinden het belangrijk dat ons dorp niet te groot wordt. En dat de provincie daarop moet letten. Naast een duurzame, mooie, groene omgeving vindt de provincie ook de stedelijke omgeving van groot belang. De provincie Overijssel heeft een mooi plan ontwikkeld. De omgevingsvisie. Dat plan gaat over de grote lijnen van de inrichting van Overijssel. De provincie gaat samen met jouw gemeente, het waterschap en andere partners aan de slag om dit plan uit te voeren. De provincie Overijssel wil de ruimte zo inrichten dat iedereen in Overijssel goed kan leven en werken. Dat de welvaart wordt gestimuleerd en de natuur de basis blijft. Ja, inderdaad, we hebben plannen. Er wordt ons bos gekapt, dan kunnen we niet meer spelen. Maak er zich maar geen zorgen, dit bos wordt niet gekapt. Je kunt de plannen die de provincie heeft voor jouw omgeving bekijken op www.omgevingsvisie.nl. Zo kun je precies nagaan wat de plannen van de provincie zijn. En soms betekent dat iets nieuws, maar soms ook juist niet. Ken jij de plannen voor Overijssel al? Kijk op www.omgevingsvisie.nl.